De zorg verandert. Er zijn bezuinigingen, ontwikkelingen, onzekerheden. Kortom, er zijn zorgen rondom de zorg. Maar innovatieve en technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. In 2040 zijn er in Nederland als gevolg van de vergrijzing meer dan 500.000 mensen met dementie. Hoe gaan we ervoor zorgen dat al die mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben? Goedemiddag, ik kom voor Into Dementia. Ik doe even zo, hè? Ja. Ze zijn me nog niet vergeten. Ik ben hier bij Into Dementia en het woord zegt het eigenlijk al, je gaat into dementie. Je kan hier namelijk ervaren hoe het is om dement te zijn. Nou, dat vind ik best wel bijzonder, want ik heb een oma gehad die best wel zwaar dement is geweest. Dus ik ben benieuwd wat ik ga ervaren. Hallo. Hallo. Manuel. Dimfie, kom binnen. Oké. Okay. Je gaat zo beleven hoe het is om te leven met dementie. Ja. Je zit in de beginfase van dementie en je woont nog thuis. En je krijgt instructies via je schouderspeakers en dat is je innerlijke stem. Mag ik het hesje aandoen? Ja, dankjewel. Zo. Het verhaal begint als volgt. Je bent boodschappen gaan doen en je komt thuis van de boodschappen. En dan zijn hier jouw huissleutels, de boodschappentas. Dan sta je hier voor jouw voordeur. Zo, dat was een lekkere wandeling. Kom, ik wil naar binnen. Doe de deur maar open. Ja. Met de sleutel. Welke sleutel? Ja. Gelukt. Binnen. Thuis. Sleutels aan het haakje bij de deur. Dan zie je ze tenminste als je weg. Zo, ja. Die hangt daar goed. Boodschappen in de koelkast. Hè? De koelkast staat altijd hier. Met een IG. Die hele koelkast staat vol met melk. De tas naast het telefoonkastje. We zetten gewoon gezellig een muziekje op. Kom mee, naar de radio. Even kijken, hoe zet je dat ding aan? Weet jij het nog? Ah, probeer maar wat. Wat een schok van God. Ja. Wat was jij nou aan het doen? Lijkt alsof er een blinde jongen had ingebroken. Kon je niet gewoon even komen zeggen dat je weer thuis bent? Nou zeg, ik kan er toch ook niets aan doen? Dat apparaat is ongehoorzaam. En heb je de boodschap al gedaan? Zeg maar ja tegen Suzanne. Ja. Mooi. Dan is er weer nieuw wasmiddel. Moet ze nou alweer wasmiddel? Alles is toch schoon? Neemt ze die pakken soms mee naar huis? Daar ga ik mooi niet voor betalen. Had je een boodschappenlijstje niet gezien? Dat had ik toch in je... Je hebt toch niet weer alleen melk en Gelderse worst gekocht, hè? Nou zeg, ik laat me niet beledigen in mijn eigen huis. Kom mee, naar de tafel. Ik doe net alsof ik dat niet gehoord heb. Nou, het is wel echt, het is echt heel mooi gemaakt. Ziet er heel mooi uit. En wat denk ik wel knap is aan deze beleving, is dat je gewoon heel erg voelt hoe iemand zich moet voelen die net begint met dementie. Je voelt de hele tijd dat je achter de feiten aanloopt. Dat je een beetje schaapachtig bent en dat je je schaamt voor de dingen die je weer vergeten bent. Pak wasmiddel, waar de koelkast is, hoe de radio werkt. Dat is volgens mij ook echt het verdrietige van dementie. Lector Eveline Wouters onderzoekt hoe je het leven van ouderen met dementie kunt verbeteren. Hoe is het voor iemand als hij te horen krijgt, je hebt dementie? Ja, dus als mensen dat te horen krijgen, dan is het vaak wel iets wat ze al een tijdje misschien vermoed hadden, maar het is toch altijd een hele schokkende diagnose. Eigenlijk is het een soort rouwproces, het verlies van een heleboel dingen die je deed. Ja, ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt, omdat mijn oma is heel lang dementerend geweest. En wat ik daar moeilijk aan vond, is dat je eigenlijk al tijdens dat ze nog leeft, dus een stukje oma kwijtraakt al. Ja, dat is ook zo. En zeker als je iemand een tijdje niet gezien hebt, dan valt dat vooral op. Als je mensen dagelijks ziet,
gaat het heel geleidelijk. Maar op sommige momenten ineens denk je, oh ja, nee, dat was zo gewoon voor ons altijd samen. En daar kon je zo gemakkelijk over praten. Mensen praten vaak over dingen die ze mee hebben gemaakt. Maar een van de eerste dingen die er gebeurt is dat je dingen vergeet juist die je net mee hebt gemaakt. Dus gemakkelijke communicatie, ja, dat wordt ook steeds ingewikkelder. Ja. Oh, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik eentje proeven of die rijp is? Ja, dat mag. Ja, hè? Doe je het ook. We komen natuurlijk vanuit de geschiedenis, verpleeghuizen. We hebben zo'n 40, 50 jaar in Nederland. Dan hebben we het echt dementie waar het hier om gaat, mensen met dementie, als een probleem zagen waarin mensen niets meer kunnen. Nou, wij zijn dat eigenlijk aan het kantelen met elkaar, door juist te kijken wat mensen met dementie nog wel kunnen. 'S Ochtends zelf de kamer een beetje opruimen, mee de tafel dekken, een klein beetje mee helpen met eten koken. Het zijn allemaal vaardigheden, dingen die mensen kunnen. En daarmee creëer je ook de goede dag voor mensen. Zullen we nog een paar frambozen plukken? Ja, dat is goed. Oh, daar zitten nog een paar. Ja, rijpen. Dat zie je. Ja. Deze is voor nu, hoor. Niet gelijk opeten, ik heb daar ook nog geen geplukt. Ik zal niet alles opeten. Nee, doe het niet, maar. Is maar een geintje van mij. Ja, dat snap ik. Ja, maar u moet ze wel in de bak gooien, hè? Kip, 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 kip. Die lussen ook nog, hè? We proberen ook momenten te creëren dat er gewoon iets extra's gebeurt. Vanavond hebben we bijvoorbeeld een dansavond. En die dansavond is zo ook opgezet van dat je het samen met familie doet, samen met vrijwilligers doet. En dat je met elkaar gewoon ook plezier creëert. Want ook mensen met dementie hebben gewoon behoefte aan een plezierige dag. Muziek, dans, dat zijn hele basale dingen, ja, die invloed hebben op, ja, hoe je je voelt. En op het moment dat je daar weer een appel gaat doen, creëer je met elkaar een mooie avond die mensen gewoon goed doet. Wat is dat voor spul? Geen staring, nee. Nee. Oké, time to rock and roll. U gaat ook dansen vanavond? Ja, ik word op wat. Ja. Vanmiddag stonden we nog frambozen te plukken. Ja, nou hoor het niet meer een vast houden. Dat is niet alle dagen, hè? Jij wil, ik niet. Wat hebben we niet alle dagen? Dat ik vastgehouden word. Jij wel. Oh, ja. Hoe weet u dat? Ja, zo'n jonge mens. Dat zie ik nog wel willen. Verder ik heb maar vasthouden, meer niet. Ah. Maar vanavond komt het goed. Ja, dat komt goed. Heeft u er zin in? Och, ik heb er altijd zin in. Een beetje muziek. Draai ik af. En als ik muziek heb, dan ben ik uit. We kunnen nog meer verlangen. Een beetje dansen. Elkaar vasthouden. Ja, elkaar vasthouden. En een lekker drankje. Ja. Dat doen we het. Ja. Als ik jou zie draaien. Met je rokje zwaaien, dan zij ik je lichter waaien. Dat doet mijn temperament. Wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, het zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. Hoe kunnen we nou het beste omgaan met mensen met dementie? Want bij mijn oma had ik het idee van ik wil haar beschermen. Of ik wil, als ze dingen vergeet, wil ik dat invullen voor haar. Ja. Moet dat juist wel of juist niet? Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk punt wat je aanhaalt. Het is ook wel belangrijk dat mensen iets begrijpen van dementie. Dementie is een proces wat in fase verloopt. En wat heel veel mensen doen is inderdaad dingen invullen en onbedoeld datgene benadrukken wat mensen niet kunnen. Het is heel belangrijk dat je mensen respecteert in degene die ze eigenlijk zijn. En dat je de dingen met ze doet die ook belangrijk zijn, zonder dat daar dat geheugen bijvoorbeeld steeds een rol speelt. Want als je steeds geappelleerd wordt aan datgene wat je niet kunt, dan word je daar heel ongelukkig van. Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Zo bedenken studenten toegepaste psychologie projecten om het thuisgevoel van mensen met dementie te bevorderen. Binnen het verzorgingstehuis van dagelijks leven vinden ze het erg belangrijk om het thuisgevoel juist te benadrukken. Dus dat wil zeggen autonomie te behouden, eigen regie te kunnen geven. Om een voorbeeld te noemen, mensen met dementie kunnen zelf nog bepalen wat ze op een boterham willen. Dat is dan een klein zwart-wit voorbeeld misschien, maar het geeft wel duidelijk weer dat mensen met dementie zelf nog heel veel kunnen. Ik denk dat zorgmedewerkers inderdaad geneigd zijn om op een automatische piloot te werken. Want zeker als je al zo lang in een bepaald vak zit,
dan is het gewoon een gewoonte om bepaalde handelingen te doen. Ik wil jou nu muntjes geven. Het zijn er 10. Ja. En ik wil jou vragen om elke keer dat je niet volgens het thuisgevoel handelt, volgens jouw eigen gedachten, ja, dat je een muntje inlevert. Zou je me een voorbeeld kunnen geven wat geen thuisgevoel is? Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat zorgmedewerkers wel eens binnenkomen bij een bewoner in hun kamer zonder aan te kloppen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat geen thuisgevoel geeft, want hoe zou jij het vinden als er iemand bij jou thuis binnenkomt zonder aan te kloppen? Als je moeder bijvoorbeeld dementie heeft en die woont nog wel thuis, dan zou je moeder het ook fijn vinden als er nog wordt gevraagd van wat ze bijvoorbeeld op de boterham wil. Zonder zomaar een boterham voor te schotelen die ze misschien niet eens lekker vindt. Het is belangrijk omdat mensen met dementie ook gewoon mensen zijn net zoals jij en ik. En dat wordt wel eens vergeten in de maatschappij op dit moment. Dus daar zouden we met z'n allen steeds meer aan moeten werken, denk ik. In het verpleeghuis van de toekomst wordt geëxperimenteerd om het leven van bewoners zo prettig mogelijk te maken. Studenten, verzorgers en bewoners onderzoeken samen met het bedrijfsleven wat het beste werkt. Esther, we staan hier in het verpleeghuis van de toekomst. Wat is hier futuristisch aan? We willen een plek hebben waar we echt fysiek met elkaar kunnen samenwerken. Zodat we innovaties meer kunnen bundelen. Maar dat is ook dat we hier dingen vrij kunnen uitproberen. Dus dat je eigenlijk daarmee ook de slagingskans van je innovaties vergroot. Dus dit is eigenlijk gewoon een testhuis? Ja, ja, inderdaad. Ik begin gewoon met vallen. Je moet gewoon in elkaar zakken. Oké, nou. Dit. Nu ben ik dus gevallen. Ja, maar hier hebben we een slimme vloer en ik krijg nu een alarm binnen dat jij inderdaad bent gevallen. Want hoe werkt dat dan? Nou, onder deze vloer zitten allemaal sensoren manueel. En dan wordt jouw gewicht en jouw afmeting wordt geregistreerd door de vloer. En de vloer weet dan, manueel is gevallen, er is nu hulp nodig. En die wordt dan ingeschakeld. Nou, prima bed, maar op het oog zie ik niks bijzonders, Joost. Maar in de zorg is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld bij mensen die onwel zijn heel snel kunt reageren en bijvoorbeeld je hoofd naar beneden kunt brengen en je voeteneind omhoog. En dit is goed voor? Nou ja, dat is het bloed uit je benen naar de andere kant van je lijf stroomt. En dit kan alleen als je hier... Ja! En we kunnen nog verder. Ik heb een beeld. Maar stel, ik ben dus onwel geworden en ik heb misschien ook wat laten lopen, dan wil ik wel gewassen worden. Daar hebben we hier een slimme badkamer voor, waar verpleegkundigen allerlei snufjes hebben om jou heel snel en makkelijk aan bed te kunnen verschonen en te wassen. Okay. En dat doen we als volgt met onze intelligente badkamer, waar we een schuifwandconstructie hebben. En waarbij we dan in no time een wastafel tevoorschijn toveren, waar we wat water kunnen pakken. Maar dit is echt bizar, want er zitten dus gewoon leidingen en elektriciteit zit in deze draaiende deur. En heb je dus eigenlijk maar een hele kleine badkamer nodig en in één keer wordt het een grote badkamer. Dus je bent heel intelligent bezig met ruimtebesparing en met ruimte erbij te winnen. En nou zie ik hier ook een soort van systeem, wat is dat? Dat is een plafondgebonden tillift systeem waarbij je heel eenvoudig vanuit bed richting de badkamer kunt worden getransporteerd zonder dat je eigenlijk gebruik hoeft te maken van een losse tillift die hier in de weg zou staan. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik denk dat ik in de tillift moet. Hij zit goed, hè? Oh, wat was dit? De automatische spoelknop. Kan technologie nou een hulpmiddel zijn bij dementie? Ja, technologie kan ook zeker wel een hulpmiddel zijn. Neem oriëntatieproblemen. Als je de weg kwijtraakt gemakkelijk, dan kun je met behulp van allerlei GPS-achtige systemen geholpen worden om de weg weer terug te vinden. Of je mantelzorger, die weet dan waar je bent en die kan je terughalen als dat nodig is. Of je kunt daar ook professionele hulp bij inschakelen die op afstand ziet waar iemand is en zo nodig actie onderneemt als het mis dreigt te gaan. Dat geeft dus en een gevoel van vrijheid, maar ook van veiligheid. Van veiligheid, ja. En dat gevoel van vrijheid is ontzettend belangrijk. Dat willen we eigenlijk allemaal. En het gevoel van veiligheid, dat zien mensen met dementie zelf vaak niet zo. Die vinden dat ze nog wel heel veel kunnen. Maar voor de mantelzorger is dat ontzettend belangrijk om toch het gevoel te hebben dat hun naaste veilig is.
Al die nieuwe toepassingen en techniek geeft mij wel een stukje veiligheid. Maar ik hoop toch wel dat we als we in 2040 misschien wel 500.000 mensen hebben met dementie, dat er nog steeds tijd en geld is voor die persoonlijke aandacht. Want dat blijft toch wel het allerbelangrijkste. Tot de volgende keer.